Hi, ik ben Wouter en ik ben sinds mei 2020 werkzaam bij Stone. Vanaf dat moment ben ik gaan bouwen samen met Remco en Stone Public. Deze maand is ons kalenderthema leiderschap en ik kan oprecht zeggen dat Stone de kans biedt om leiderschap te tonen en te ontwikkelen. Sinds begin dit jaar ben ik als teamlead samen met het team verantwoordelijk voor Stone Public. Met inmiddels 4 nieuwe collega's en dus een team van 6 vraagt dat om de nodige leiderschap. Maar wat is leiderschap eigenlijk? Er zijn veel verschillende definities, maar die van Bernard Bals sluit volgens mij het best aan bij de visie van Stone en bij mij. En de definitie luidt: leiderschap is het vermogen om anderen te beïnvloeden, te motiveren en in staat te stellen om bij te dragen aan de effectiviteit en het succes van de organisatie waar ze deel van uitmaken. Klinkt best goed, toch? De rol van teamlead is nieuw voor Stone, maar ook zeker voor mij en zie het als een voorrecht dat mij deze ontwikkeling wordt geboden. Iedereen binnen Stone heeft een zekere mate van leiderschap in zich en kan zich hierin ontwikkelen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen business, motiveert en stimuleert om professionals met elkaar te verbinden en waar nodig doe je dat samen met je collega's. Wat versta jij onder leiderschap en hoe wordt dit ontwikkeld binnen jouw organisatie? Ik ben benieuwd. Wil jij meer weten over Stone Public en hoe wij leiderschap ontwikkelen? Of een keer over sparren? Ik neem graag contact met je op. Voor nu een heel goed uiteinde en tot volgend jaar.